Oh, lieve mensen, dit is Lumeria met Wereldse Gebeurtenissen 46. En ik zie dat echt heel veel vragen binnenkomen al voor de Zoom voor vanavond. En ik dacht, ik ga daar alvast even antwoord op geven. Ik heb een vraag, een hele belangrijke vraag binnengekregen over zonnepanelen. Zonnepanelen die straling veroorzaken. Wat doen zonnepanelen? In ieder geval zijn zij een risicohaard voor branden. Er zijn meer huisbranden door de zonnepanelen. Ik heb in een eerder filmpje ook uitgelegd dat het antennes zijn, dat doordat overal zonnepanelen op de daken zijn, de deep state nog beter ons kan monitoren. Alleen de deep state is niet zo diep meer, hoor. Nee, gelukkig niet. Dus in de tijdlijn waar ik in zit, kunnen we natuurlijk wel gebruik maken van de zonnepanelen. Maar moet je dus wel in de gaten houden dat je huis sneller, net als met een rieten dak, in brand kan vliegen. En ja, als ze er één keer op zitten, zitten ze erop. Wij mogen geen zonnepanelen, want dat schijnt niet lucratief te zijn hier. deze mevrouw maakte zich ook zorgen dat er veel straling afkwam en ook van de windmolenparken. De zonnepanelen zal straling veroorzaken, maar niet die straling die dodelijk is binnen een aantal maanden of jaren voor het lichaam. Dat kan ook niet, want daarvoor zijn er te veel zonnepanelen en dan zouden er wel heel veel mensen één keer doodgaan. En dat gebeurt nu ook wel. Alleen dat heeft dus meerdere oorzaken en dan is het wel een klein, misschien 2% is dan de straling die we van alles krijgen, de wifi en alles, speelt dan misschien mee. Je moet je ook niet bang laten maken, hè? Je moet ook gewoon blijven leven en blijven genieten. Dan had ze nog een vraag over windmolenparken die ook de energie veranderen. Die straling afgeven. Nee, die geven geen straling af, maar die veranderen wel de energie. Want ze kunnen de wind een andere kant op laten waaien. Nee, Klaske, doe niet zo raar. Ze vangen toch de wind op en daardoor komt er toch windenergie. Ja, maar als ze wind kunnen vangen, dan kunnen ze ook wind brengen. En ze veranderen de atmosfeer. Als jij een waaier in je huis zet, terwijl 30 graden is, en je doet de ramen open 's avonds, en je doet een waaier aan, dan voel je dat er komt verlichting. Dat doen windmolenparken ook. Dus die veranderen de atmosfeer van de aarde. Ik ga ook nog eens een keer iets uitleggen over ronde en platte aarde en hoe wij daar tegenaan kijken en hoe de balans is. Heb ik ook wel eens in een filmpje gezegd. Mijn man zegt dat, hoor. Het is niet mijn wijsheid, het is mijn man. Hij zei, als je nou zo'n bolletje hebt, zeg ik nu dus eigenlijk al, hè? Als je dan zo'n bolletje hebt en je hebt hier de stad New York en je hebt daar Singapore en je hebt daar dit en daar allemaal grote, dan raakt toch zo'n bol, als er heel veel beton is, uit evenwicht. Denk daar maar eens over na. Goed. Nelly die een boek leest, heel handig, heel goed. Ik ben op mijn Zoom-groep nu. Ik ga even kijken. Iedereen is hier met een doel, zegt Matthijs. Wordt er vaak gezegd, maar als je nou totaal niet weet wat je doel hier is op aarde, dan ga je even numerologisch kijken wat je doel op aarde is, wat je levenslesgetal is. En iedereen heeft een doel. Soms is dat doel gewoon er zijn. Gewoon er zijn. Gewoon het licht zijn. Gewoon er zijn. Dat is al een doel. Ah. Wees blij dat je niet. Hij zegt, sommige mensen moeten van alles meemaken, zitten in gigantische problemen. Ja, dat is dan jouw doel. Dat is jouw. Daar moet je doorheen. Mijn leven loopt gelukkig best wel soepel. Topper. Zeker niet makkelijk, maar ik mag en zal niet klagen. Kijk, het is ook maar net wat jouw beleving, mijn vorig filmpje, wat jouw beleving van problemen zijn. Ik heb in een eerder filmpje ook al uitgelegd. Wij hebben wel geldproblemen gehad dat we niet wisten hoe we de boodschappen moesten doen. En daar zijn we mee omgegaan. We hebben het overleefd. Het is allemaal goed gekomen. Nu kende ik iemand die had echt best wel altijd toegang tot geld. En die moest nu weken wachten tot zijn geld beschikbaar kwam. En moest
in die tussentijd dus kon haar gewoon zijn normale dagelijkse dingen doen, maar iets extra's kon niet. En dat was hij helemaal niet gewend. Nou, dat is een uitdaging voor die persoon waar wij van denken van, oh, peanuts. Voor iemand kan een cake bakken heel moeilijk zijn. En wij doen dat zonder recepten en hop, hop, hop en klaar en in de oven en met een uurtje is die cake klaar. Maar terwijl dat voor iemand anders een enorme uitdaging is om het meel en de boter en de suiker en het zout af te wegen. Ik heb op een gegeven moment gezien bij iemand, had een hele belangrijke baan, hele goede baan als manager, echt super dingen, die, waarschijnlijk deed ze dingen die ik helemaal niet begreep. En toen ging ze eten koken. En toen ging ze op het pak miet kijken hoeveel water er in een pan moest. En hoeveel miet erin moest. En hoeveel zout er dan in moest. Dat is waar. Flikker de water in. Flikker de spul in. Flikker de zout in. Op het gas. Aan. Klaar. En hoe lang het moest. Kookwekkertje aan. Dus voor mij was dat een uitdaging om te zien dat mensen echt zo dat pakje nodig hadden om hun aanwijzingen te geven, terwijl zij in haar beroep hele moeilijke dingen kon oplossen. Dus wat voor jou moeilijk is, kan voor een ander helemaal niet moeilijk zijn. Wat voor een ander een uitdaging is, dan denk je, nou, iedereen kan ook macaroni koken. Nee, dat kan niet iedereen. Nee, dat heb ik ook meegemaakt, ja. En dat is wel, dat zijn leermomenten, dat je, oké, ja, natuurlijk, was het allemaal anders. Wat ik nog lastig vind, zegt iemand. Overgaan naar 5D, ook als je medicijnen gebruikt waar je nog niet zonder kunt. Ja, dat is prima. Dat is helemaal goed. Zolang je het... het gaat erom. Lekker, hè? Zo'n schermen tussen. Helemaal geen besmetting. Ben ik verkouden. Ben wel bij een gevaarlijke vrouw geweest. Nog steeds. Oh, mijn moeder zou zeggen, Klaaske, nou moest toch maar. Klinkt. Goed. Wat ik nog lastig vind, zegt Gabina. 5D, nee, jongens, als je in balans bent en je gebruikt antipsychotica, antidepressiva of andere middelen die met je mind en met je geest en met je ziel te maken hebben. Als jij daardoor in balans bent, kan je gerust naar de 5D. En we moeten niet zo bang zijn voor die 5D. We leven in het hier en nu. Eigenlijk moet je er helemaal geen stempeltje aan geven dat het 5D is, 4D is, 5D is. Gooi we weg. Doe me in de prullenbak. Jullie haalt de vuilnis vanmiddag op. Dus die gaat dat voor mij legen. Daar doen we die 5D in, die 3D en die 4D. Gaan we gewoon in de prullenbak doen. Dat gaat naar de verbrandingsoven. Dat wordt opgebrand. Dan leven we gewoon in een mooie wereld waarin bepaalde mensen gewoon zombie-toestand leven. Prima. En andere mensen zien de Matrix zoals we dat uit de Matrix kennen. En die observeren dat. En wij zouden heel goed met z'n allen in zo'n maatschappij kunnen leven. Want jij wilt ook je ouders nog wel graag bezoeken die misschien in die driedimensionale werkelijkheid leven. Wat had ik daar ook alweer over gezegd? Heel veel filmpjes van. Ze heeft een heel stuk geschreven, dus ik zal even lezen hoor. En het is openbaar, dus ik zal het even lezen. Wanneer gaan je kinderen mee? Ze zijn niet gevaccineerd, maar mijn dochter wel 1 keer getest. Nou, die gaat. Iedereen gaat mee. Punt. Dat is hetzelfde wat ik hoor. Maar jij bent niet een kindje van de Heer en je hebt je hartje niet aan de Heer gegeven en je mag er niet in. Doen we niet. Zo werkt het toch niet. Ieder kind mag mee naar de nieuwe wereld. Want ieder mens is belangrijk. En ieder ontwaakt op zijn eigen tijd en tempo. Of de kippen meegaan? Oh nee, ik ben te snel. Zoon, schoondochter wel 4 keer zitten in de testen, net zoveel als in het vaccin. Als ik denk aan de kippen die op deze, ook dat waren de kippen, die wel op deze manier gevaccineerd worden met de neusstokken. Ja, maar dat is hun keuze.
Dat is niet jouw keuze. Het is een moeder die daarover in zit. Lieve, dat is voor jouw kinderen. Ik ben blij dat mijn kinderen dat niet doen. Maar als ze het wel deden en dik in de vaccinatie zaten, dan is het hun keuze. Loslaten. Ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig naar de echte top van de piramide. Gaat het dan echt om de strijd tussen Satan en God? Dat is zoals wij het kunnen bevatten. Daar zal ik vanavond nog wel iets meer over zeggen. Want ik ben me er juist steeds meer van bewust dat we ook zelf verbonden zijn met de God in onszelf. Precies. Maar dat heeft hier dan weer niets mee te maken. Lastig als je bent groot geworden met alziende oog van God en de hel op de achtergrond. Dat moeten we dus loslaten. De hel is, je creëert je eigen hemel op aarde. Er zijn heel veel boeken over geschreven en dat is ook zo. Als jij dat beeld hebt van God is in de hemel en Lucifer is daar beneden in de hel, dan is dat lastig om dat los te laten. Maar dat moet, want het is een hele andere werkelijkheid. Ik geloof inmiddels niet meer in de hel. Ik hoop wel dat jij bedenkt dat Lucifer Morningstar er is. Ja. Wel in de gecreëerde hel door de kabal. Precies, hier op aarde. Ook al ben ik in de gelukkige omstandigheden. Vrij normaal kunnen. Oké, prima. Dus 5D gaan we allemaal naartoe. Klassieke. Ik heb twee vragen voor de Zoom van vanavond. Ik heb de video gezien van Gerard Benard. Over de United People's Foundation, ja. Met betrekking op de onder andere de URA. Ik zie op dit moment door de bomen het bos niet meer. Nee, hoeft ook niet als je maar een Lobster-account hebt. Lobster, ook heel veel vragen over gekregen. Lobster, die is aangewezen door de People's Alliance. Ook als het nieuwe internet er is, dan zal Lobster altijd offline bereikbaar zijn. Dat is het verschil tussen Bitavo, tussen Blocks, tussen Lightbit, tussen anderen. En je kan het hun ook vragen, maar voor Lobster, dat is de eerst aangewezen waar de nieuwe geldsystemen via gaan lopen. Daarom Lobster, lobster.co. Heb ik een filmpje over gemaakt, ga ik verder niet meer over antwoorden. Er wordt ook al jaren gesproken over Vesara Nesara. Dat klopt, ieder jaar moet het geactiveerd worden. Dat het er nog steeds is. Zo, dat heeft met de kracht van de verandering te maken, met wetten, met regelgeving. Ieder jaar in het nieuwe jaar komt dit omhoog. Dat is altijd al zo geweest. En dat moet, dat heeft met de structuur en met de strijd te maken. Ik had begrepen dat JFK daar toen de tijd... Lincoln was daar al mee bezig. Lincoln is daarvoor vermoord, net als JFK en net als Reagan, die heeft een aanslag overleefd. Waarom start je naar Gerard Benard nou met een nieuw platform en een nieuw betalingssysteem? Dat gaan we aan wachten. Weet ik niet, ik kan het hem zo ook niet vragen. Ik ben daar ook kritisch in dat ik denk, wachten we eerst even af. Want hij komt wel uit de kabal vandaan. Dus daar zijn we heel voorzichtig mee. Verder kom je op het internet de florijn tegen. Ja, maar je komt ook de gulden tegen. En je komt de Bataafse coin tegen. Je komt van alles tegen. Het is gewoon goed om daar wel mee. Crypto's, bitcoins, goud, zilver. En waarschijnlijk zijn er nog een aantal. Ja, er zijn honderden. Honderden. Dus het is goed om XLM te hebben, dat is zilver gedekt. En XRP, dat is goud gedekt. Lobster, XLM, XRP, de Ripple is de XRP. Ze hebben de rechtszaken gewonnen. Dus het is, ook al doe je maar een klein beetje, op het moment dat die transformatie komt, dan wordt dat heel veel. Waarom heb je dat heel veel nodig? Om een ander te kunnen helpen. En vrij te zijn van zorgen. 25 euro, 100 euro, wat je kan missen. Het hoeven geen grote bedragen te zijn. Vraag 2 gaat over de chakras. Zoals je inmiddels weet, heb begrepen, volg ik Anton Teuber bij het Schumann Resonantie. Bij de oefening van de Energy Update heeft hij het altijd over chakras open en actief houden. Dan denk ik, volgens mij moet die vraag daar vragen waar ze horen. Maar dat doen we allemaal. Aad, Ilona, Erik, Steven. Wij krijgen allemaal vragen. Wat eigenlijk
Ik zie het op Erik's groep ook wel eens, dat ze dan reageren op mijn filmpje. En dan denk ik, maar waarom stel je nou die vraag niet bij Anton? Of waarom, als ik iets zie op de site van de chat van Erik, waarom stel je die vraag niet aan mij? En zo wordt dat wel gedaan. Ilona kreeg ook vragen over het filmpje van Aad. En dit is ook weer zoiets. Jij hebt er vragen over. Wie doet die oefening? Dat doet Anton. Dus dan is mijn logische beredenatie. Ga naar Anton, vraag antwoord. En anders kan je altijd de activatieoefening doen. Vinden mensen heel fijn. De moeder aarde oefening doen. Die ik allemaal op mijn playlist heb te staan. Bij de oefening van de Energy Update heeft hij het over chakras openen en actief houden. Ik kan me herinneren dat jij hebt gezegd. Hè, niet al je, nee, je moet niet al je chakras in één keer openen. Dat is helemaal niet handig. Als je die Energy Update doet, dan ga je ze allemaal bijna. Dan ga je ze allemaal belangs. En van 1 tot met 7 en dan naar boven toe. En dan ga je ze lekker schoonmaken. En dan ga je er licht in zetten. En dan zijn ze op dat moment even geopend. En wanneer je dan weer terug in je kern bent en de oefening is afgelopen. Dan gaan automatisch, bijvoorbeeld het onderste chakra blijft open. Maar je zonnevlecht gaat weer mooi dicht. Je legt je handen eens even op je zonnevlecht. En je kruinchakra. Die kan heel erg prikkelen of drukken. Dan kan je ook bedenken, oké, moet even dicht. En wat doe je nou vaak na zo'n update? Ga je een kopje thee drinken. Ga je adem. Denk je, oh, paarsaadje ligt er. Oh, het is adem. Dus dan automatisch gaan al die chakras gaan 1 voor 1 in balans. En de ene gaat meer dicht dan de ander. En het is verstandig dat dat net als een... Jij bent een muziekinstrument. Ik heb mijn blokfluit hier niet. Ja, hij is het van vroeger. Als ik niks doe, als ik mijn vingers niet op die gaatjes van die blokfluit heb, hè, dan komt er een heel vreemd geluid uit. Maar als ik mijn vingers op de gaatjes doe, op de juiste manier, komt er een prachtig geluid uit. En zo balanceren wij als fluit ook ons lichaam, zodat onze chakras een prachtig geluid voortbrengen. Overigens kan ik nog steeds niet voelen of ik ze open of dicht heb. Daar is een hele mooie kleuroefening voor. Die staat ook in mijn chakra boekje. En dat ga ik van de week. Ga ik dat misschien morgen wel even. Want ik heb vanmiddag nog heel veel andere dingen te doen. En vanavond hebben we Zoom. Dus ik ga dus ook altijd goed eten voor de Zoom. Hè? Dat is heel belangrijk. Dus dan ga ik een speciale oefening nog aan jullie gratis geven. Hoe je kan zien dat je chakras geopend of gesloten zijn. Dat is leuk. Ja. Sunny. Mijn hart gaat vooral uit naar de kinderen. En mijn levensdoel is kwetsbare groepen. Met name kinderen ondersteuning bieden in de roerige tijd. Maar kinderen. Er zijn meer kwetsbare groepen dan alleen kinderen. Hè? Mijn kleinzoon is een heel sterk kind. Hij krijgt begeleiding genoeg van zijn moeder. En zijn vader. Dus prima. Alleen zijn er nog veel meer groepen met volwassenen die echt wel ondersteuning nodig hebben. Nog meer dan de kinderen. Die kinderen zijn dus al voorbereid dat ze in deze tijd van leven, in deze situatie, op deze aarde, in deze omstandigheden gaan leven. Dus er zijn mensen in onze maatschappij die misschien nog beter. En die kom je gewoon vanzelf tegen in de supermarkt, in het ziekenhuis, op straat. Maakt niet uit. Gewoon er zijn. Niet één doelgroep nemen van de kinderen zijn. Ja, de kinderen zijn onze toekomst, maar die zijn al wel voorbereid op de toekomst. En je mag me altijd een privébericht sturen. Ik weet niet of ik altijd tijd heb om om daar iets over te zeggen. Vanavond ga ik het hebben over... Ik moet even kijken. Wil ik het even met jullie hebben over die driehoek? Over God, over Satan, over hoe dat dan daarboven zit? Want daar zijn heel veel vragen over gekomen. Dus daar ga ik het vanavond nog met jullie over hebben.
komen er vragen langs die vanavond niet passend zijn, dan zal ik daar gewoon ook in een filmpje weer aandacht aan besteden of ik ga nog een antwoord geven op mijn groepen. www.lumeria.nl kan je de link vinden bij positieve webinars voor vanavond. Ik zal hem ook even in de beschrijving doen, maar dit filmpje dat duurt eventjes, want ik moet nog even lunchen en ik moet even naar de winkel toe. Dus dit komt straks online en dan kunnen jullie hierop ook op reageren. Op Telegram kan je alle groepen vinden, dat is het makkelijkste. Facebook houdt niet zo meer van, maar daar zit ik nog wel op. Maar ik reageer niet op Facebook berichten. WhatsApp wel hoor. En mail ook. Nou, ik wens jullie een prachtige dag. Tot de volgende keer.